Hi Simmers, welkom bij een nieuwe video van de Heinz Hulpje Challenge. En in eerste instantie wou ik zeggen, ik ben op de helft. Maar dat klopt eigenlijk niet, want ik had laatst week 3 van Jillike gezien. Haar Heinz Hulpje uitdaging. Toen zag ik dat zij wel goed de nieuwsbrief heeft gelezen en ik niet. Ik had wel de nieuwsbrief gelezen en daarna braaf mijn taakjes gedaan. Maar in de nieuwsbrief stond er natuurlijk die tip dat je moest bezig zijn met het maken van een orchidee. En van een granaatappel. En dat had ik niet gedaan. Dus dat gaan we doen. En we gaan beginnen met de taken van week 4. Heinz Hulpjes week 4. Toevallig is het volgende ingrediënt mijn lievelingsbloem, de doodsbloem. Voltooi de missies, favoriete bloem en magere hein en flirten met de dood. Het is tijd om een doodsbloem tot leven te wekken. Nou, we hebben hier Willow en we moeten wachten weer op de Ambrosia Society nieuwsbrief, die ik dit keer dus wel echt goed moet gaan lezen. Met magere hein flirten of socializen, dat hebben we vorige keer ook al een beetje gedaan. Een doel vervullen. Dan hebben we hier ook nog Ambrosia onderzoeken en met 3 planten praten. Maar ik heb toch voor de zekerheid maar even hier een extra bak binnengezet. Want we moesten natuurlijk... Oh, wacht even. We moeten eerst even tegen de beestjes spuiten. Want dat kan niet, hè? Maar we moesten een leeuwenbek enten. Waar moest ik de leeuwenbek ook alweer mee koppelen? Want ik heb dus een... Hoe heet het? Orchidee nodig met een lelie. Ja. De lelie, de zomerbloem die elke keer maar niet heeft kunnen groeien. Oh, daarachter. Daarachter. Ja, daar hebben we dus niks aan. Dus we gaan even hier binnen nu een lelie erbij doen. Lelie. Lelie. Griet, leeuwbek, grasklokje, rood. Oh, nog 1 lelie. Ja, ik heb heel vaak natuurlijk die lelie zitten ontwortelen. Was ook niet goed. Kijk, dan gaan we die lelie planten. Dan weet ik niet of we hem nu al meteen kunnen enten. Dat zou helemaal top zijn. Oeh, zo. Die boom schiet opeens omhoog. Nee, daar moeten we toch echt nog een dagje op wachten. Maar we moesten ook een granaatappel maken. En ik vermoed dat dat met een appelboom... Dat is geen appel. Een appelboom gaat. Met kers om granaatappels te krijgen. Is dit niet heel toevallig kers? Nee. Nee. Oh, hier. Kersenboom. Ook in de zomer. Wat gaat dit lekker, jongens? Oh my god. Ik heb geen ruimte meer. Nou, dan gaan we hem... Ja, ik heb helemaal geen ruimte meer. Ik wil hem niet heel erg veel groter maken. Wacht. We pakken die. Die zetten we hier neer. En dan zetten we een nieuwe daar buiten neer. Dan kan die kerstboom ook even gaan groeien. Ik wil een nieuw stukje afknippen. Ja, wat moeten we doen? We moeten tegen 3 planten praten. Nou, ga jij even lekker kletsen. Tegen planten praten. Tegen planten praten. Zou zo'n plant dan nou ook beter groeien? Of sneller groeien? Er is van alles aan de hand. Ik heb er geen tijd voor. En dan kunnen we Ambrosia gaan onderzoeken daarna. Op de computer. Ambrosia onderzoeken. Het is weer zover. We gaan weer een stapje verder in onze kennis. Een nieuwe karaktereigenschap. Willow voelt zich de laatste tijd heel vrolijk. Het gaat allemaal heel goed en er is geen vuiltje aan de lucht. Nee, ik heb met haar heb ik op zich wel eigenschappen die ik leuk vind. Houdt van buiten is goed. Extravert is goed. Fijnproever is weer handig met die vruchtenkeken. Ja, op zich zouden die nog wel kunnen vervangen. Maar... We gaan natuurlijk Ambrosia maken. Ik weet niet hoe dat smaakt. Wat hebben we er verder dan nog? Ja, die Society nieuwsbrief dus. Flirten met Hein en een doel vervullen. Ja, die doelen hebben we dus hier. Kristallen verzamelen, kikkers verzamelen of fossielen verzamelen. We zitten toevallig wel op een gebied waar vast wel wat te vinden is. We kunnen hier wel vissen. Ging de vorige keer niet zo goed. Oh, er loopt hier een diertje. Wat is het? Een hondje. Wat schattig. Oké, okay, maar even niet, we zijn even niet bezig met honden. We zijn bezig met... kijk, dit is een plantje. We moeten geen plantje. We moeten kristallen, kikkers of fossielen. Dat is hier wel, toch? Kijk, hier. Hier kunnen we een kikker verzamelen. En volgens mij had ik nog een kikker. Kunnen we hier achter ook nog? Ja, hier woont nu niemand. Maar hier zou hij kunnen wonen. Ik zie hier voor de rest niet per se iets wat we kunnen verzamelen. Gaan we weer terug naar deze kant van het strand. Ik had wel iets meer verwacht om hier allemaal tevoorschijn te kunnen toveren. Maar het valt een beetje tegen. De doodsbloem is de favoriete bloem van Magere Hein. Als je hem aanbiedt wanneer een sim op sterven ligt, zorgt Magere Hein ervoor dat de stervende sim kan blijven leven. Oh, dat is interessant. De bloem kan worden geteeld door een granaatappel op een orchidee te enten. Dus daar zijn we mee bezig. Dat is dus eigenlijk wat ik de vorige keer had moeten doen. Om een granaatappel te maken en een orchidee te maken door dus te gaan enten. En dat hebben we toen niet gedaan. Dus nu heb ik extra werk. Want ik zie hier alweer een nieuwe taak. Een doodsbloem bemachtigen. Ja, dus we hebben het nu extra druk met het enten van die plantjes. Nee, we zijn druk bezig. We gaan nu niet naar een festival toe. Er staat ook weer iemand voor de deur. Wie ben jij nou weer? Matteo Markovic. Geen idee. Hebben we al post? Nee.
een gestreepte auberginekikker. En de opdracht is 3 kikkers verzamelen. Nou hebben we er 2 in onze inventaris. Als ik deze dan ga fokken met die ander, hebben we er 3. En dat werkt! Nou, top. We hebben een doel van gedaan. En we hebben meteen wat verdiend. Wat gaan we dit keer allemaal vrij spelen? We zijn inmiddels weer een vriezerbunny erbij. De metallic vrieskelet. Oké. Okay. Dan gaan we hierna voor de tatoeage. Ja, die mag natuurlijk beneden op de kast erbij. Zo, gezellig. Wat zie ik daar liggen? Waarom laat jij hier je afwas liggen? Kom op zeg, ruim het eens op. Oké, okay, verder. We nog steeds wachten op de nieuwsbrief flirten met Hein. En ja, dus die doodsbloem. Ik denk dat dat wel even een taakje gaat worden. Dus ik denk dat we gewoon hier echt een dagje voor moeten wachten voordat we deze kunnen gaan enten. Dat het weer een stukje gegroeid is. Wat ik wel even met haar wil doen. Waar is zij nu? Ze is nu beneden aan het afwassen. Ik wil haar even op een vaardigheidsles sturen. Want ik was vergeten dat we dat ook alweer hadden. En we moeten natuurlijk best wel wat vaardigheden gaan doen. Om straks die doodsbloem te maken. We hebben dat boek waarbij we culinair kunnen koken. En hoe heet dat? Gewoon koken in de één kunnen doen. Dus ik zat dan te denken, ja, moeten we nog steeds vissen? Weet ik eigenlijk niet. Zal ik haar anders gewoon toch maar naar culinair koken sturen? Want het gewoon koken is al op 5. En het gaat een beetje tegelijkertijd. Gok ik, denk ik. Dus we sturen haar gewoon naar een culinair koken vaardigheidsles. Ik wil jou sturen naar... Oh, bloemschikken. Leuk. Tuinieren is ook handig. Waar zit tuinieren op dit moment? Tuinieren staat ook op 5. Nee, ik ga jou naar culinair koken sturen. Doei doei. Succes. Wel opletten. Oh, en daarna... Ah, kijk, hoppatee. Ze komt terug meteen, bam, niveau omhoog. Ze kan nu kruidenkorst, spinazie, frittata's en maakirollen bereiden. En we hebben een nieuw cool trucje geleerd, kekken kruiden. Heeft zojuist een verheldenend college culinair koken gehad en kijkt ernaar uit de lesstof in het dagelijks leven toe te passen. Nou, dat gaan we nu niet doen. Ik ga je nu naar bed sturen. Of zullen we hij nog heel eventjes laten komen? We laten hij nog heel eventjes komen. En dan gaan we daarna naar bed. En dan gaan we morgen... Kijken hoe het met de plantjes is. Wat wil jij? Nee, ik ging ook niet met je naar het festival. Dus we gaan ook niet naar de ruïnes. Kijk, hier is Hein. Oh, ze speels. Niet te speels worden, hè? Want anders neemt hij je meteen mee. Een grap over eenden vertellen. En compliment geven over uiterlijk. Ik zou niet zo goed weten waarom. Maar ja, we moeten ook even met hem flirten, hè? Oh! Waar gaat het? Oh! Oh! Afgewezen door Hein. Oh jee, kunnen we onze verontschuldigingen aanbieden of zo? Je had toch altijd iets wat je kon doen om het nog een beetje goed te maken? Ik weet het niet. Wat persoonlijke details delen. Misschien moet hij even weten hoe leuk we zijn. Het is meteen een ongemakkelijke ontmoeting. Even kijken. Hij weet meteen onze carrière-status en onze financiële status. Oké. Okay. Enthousiast zijn over tuinieren. Dat klopt wel. Het is een ongemakkelijke ontmoeting. Ik durf nu geen liefde dingen te... Het is weer een plezierig gesprek. Zij is speels, hij is zelfverzekerd. We gaan flirten. We gaan een flirt... Nee, niet naar bed! Oké, slaap lekker. Misschien is dit gewoon een hint. Het ging te snel. Ja, ga er maar vandoor, Hein. Ik snap het, vlucht maar. Even Hein stalken. Ik zie daar de postbode! Om 11:30 s'nachts. Krijgen we nou post om 11:30 s'nachts? Oh, kijk hem met zijn heupjes wiegen. Oh nee, je gaat niet weer zwaaien naar de brievenbus, hè? Kijk, je hebt hem nu gevonden. De nieuwsbrief is er! Top! Om 11:30 s'nachts. Heb ze morgen wat te lezen als ze wakker wordt. Hein blijft ook gewoon, hè? Moet er niet ergens een ziel opgehaald worden of zo? Nou, het is zomer. Het is de volgende dag. Ze mag meteen even gaan plassen. Gaan douchen. En we laten haar even wat gaan eten, want ze heeft honger. Ik wil dan wel een culinaire maaltijd koken, want die vaardigheid loopt natuurlijk achter op het gewone koken. Laten wij... wat is een beetje ontbijt, hè? Er zitten heel veel avondeten dingen tussen. Een Caesar salad, dat kan nog op zich nog wel. Zo. Lekker saladetje eten. Hoe gaat het met onze plantjes in de tussentijd? Kijk, de lelie is gaan groeien. Kunnen wij al enten? Nee, we kunnen nog niet enten. Deze, kunnen we die al enten? Nee, dat gaat toch nog wat langer duren. Maar nu het zomer is, gaat de lelie die hier staat ook groeien. Ik heb hem net naar binnen gehaald, maar oké. Okay. Waarom ook niet, hè? Extra bloempjes. De orchidee trouwens, heb ik daar al informatie over?
Nee, hè? Ik kan natuurlijk wel zien dat we de leeuwenbek moeten enten met lelies om een orchidee te krijgen. Maar ik heb dus nog geen informatie over de orchidee zelf. Dat ik weet wat voor seizoensbloem dat is. En nu houdt dus die leeuwenbek op, hè? Want oh, dat is een herfst- en lentebloem. Dan gaan we er hier toch ook nog even eentje naast planten. Zo. Want we moeten toch echt gaan werken aan die plantvaardigheid. En dan mag je de nieuwsbrief gaan lezen. Posthalen. Lezen. Wat staat er in de nieuwsbrief? Deze week zou je de doodsbloem net binnen handbereik moeten zijn. Blijf aan je kookvaardigheid en culinaire kookvaardigheid werken terwijl je wacht. Deze zullen namelijk van pas komen als je uiteindelijk klaar bent om ambrosia te bereiden. Dus het is echt belangrijk om dus nu aan die kookvaardigheden te gaan werken. Zowel culinair als de gewone. De culinair staat nu op 3. De gewone staat op 5. Ik ga haar gewoon elke dag nu naar zo'n les sturen. Ik vind dat wel een goed idee. Moeten we die hebben? Tussen 9 uur en 9. Oh, dus over een paar minuten. Ja, nu wel. Ga maar weer culinair koken. Culinair koken. Zo. Ze had vandaag moeite om zich te concentreren. Maar heeft wel het gevoel dat het een waardevolle tijdsbesteding was. Nou, dat is dan fijn. Zijn we omhoog gegaan? Oh, we zitten al nu aardig hoog. Dus dat is top. Dan ga ik haar ook gewoon even dat boek laten lezen. Het verdwenen boek van de groene dame. Ik blijf het een apart boek vinden hoor. Ik vind die steen hier aan de voorkant die opeens helemaal oplicht bijzonder. En dat er allemaal rook uitkomt. En ik zie trouwens dat we een recept moeten bereiden terwijl we op niveau 7 of hoger zitten. Dus we zitten nu op 5. Dan gaan we hopelijk met het boek even doorwerken naar niveau 6. En dan stuur ik haar daarna wel. Kan ik eigenlijk 2 klassen op 1 dag volgen of zegt het spel dan nee? Oh, dan stuur ik haar daarna gewoon naar nog een les toe. Dan gaan we er gewoon koken. Vind ik een hele goeie. Ja, die doodsbloem, dat wordt toch even een dingetje. Want we moeten dus eerst wachten totdat de lelie gegroeid is. Zodat we die kunnen stekken met een leeuwenbekje. En dan moeten we wachten totdat die orchidee die daaruit komt dan vervolgens gegroeid is. En hetzelfde geldt met de appelboom en de kersenboom om daar een granaatappelboom van te maken. En dan moeten die twee vervolgens, zeg maar de granaatappelboom en de orchidee, weer samen geënt worden. Dus dat wordt even een dingetje. Ondertussen is haar niveau hoog, dus we gaan haar even weer naar een lesje sturen. Zo, vaardigheidsles bijwonen. Dan wil ik haar nu op gewoon koken. Het is ook heel fijn dat dit op alfabetische volgorde staat, maar niet heus. Ik zie wel culinair koken. Fitness, acteren, archeologie, bakken, mixologie, charisma, comedy, DJ mixen, paardrijden, fabricatie, vissen, bloemschikken, tuinieren, edelstenenkunst, culinair koken, gitaar, handigheid, plantkunst. Oh, gewoon koken. Ik heb er overheen gekeken. Oepsie. Kijk, niveau 6. Blauwe confettitaart en chili. En ze heeft nieuwe trucjes geleerd. En ze had zich weer moeite met concentreren. Het gaat, je bent lekker bezig. Pardon? Overgeven? Waarom zou je moeten overgeven? Misselijk. Oh, helpt dat? Even kijken. Ze is 3 uur lang misselijk, maar door ziekte. Als ik haar nu laat overgeven. Je bent net naar de wc geweest en dan mag je er meteen overheen overgeven. Lijkt me niet heel fris. Nou, daar ging je ontbijt. Ik weet niet of het nou heel erg veel meer omlaag is gegaan. Ze begint ook al een beetje trek te krijgen. Dus ik ga haar weer gewoon laten koken. Dit keer normaal, want we moeten even focussen op die gewone kookvaardigheid. Die moet nu omhoog. Of... Nee, ik denk dat ik haar culinair ga laten koken. Dan gaat die ook even omhoog. En dat we dan straks weer dat boek gaan lezen. Want we zitten nu gewoon al op niveau 6, hè? Ja. Ik laat haar nu wel weer gewoon culinair koken. Wat gaan we... Ja, ze is ziek. Hier, doe maar een pastaatje. Even een pastaatje. Hoe gaat het ondertussen met de plantjes? Oh, ik zie al appels! En ja, die kunnen enten, maar ik heb geen van die. Kijk, ze heeft niveau 4 van de culinaire kookvaardigheid gehaald. Dat is mooi. Hoe gaat het met deze? Hier hebben we niks bijzonders nu. Oh, we kunnen wel even alles water geven. Het is natuurlijk binnen, hè? Deze kunnen we zo te zien oogsten. Deze kunnen we oogsten. Oh, ik kan ook gewoon op alles oogsten klikken. Maar dat is nu al weg. Ja, die gaat het natuurlijk niet meer doen. Oogst buiten het seizoen. Gaat ze weer met de plantjes praten. Maar het is wel goed voor die tuiniervaardigheid. Kom erop. Nou, net weer even bezig geweest met de plantjes. Oh, ze is geïnspireerd. Dan gaat het sneller. Lekker bezig. Hoi Willow. We zouden het leuk vinden als je lid zou worden van de tuinkabouters. Dat weet ik niet. Oh, wacht. Dat is misschien wel, want die doen uitjes en dan kan ik toch terug? Ik wil eigenlijk toch wel.
Want die doen wel eens van die uitjes. En dan ga je natuurlijk ergens anders tuinieren. En wie weet hebben ze daar al plantjes die we kunnen gebruiken. Dus we gaan toch lid worden. We hebben een bijeenkomst. Ja, laten we gaan. Oké, we zijn in het Hazenplein. Want we hebben dus nu de bijeenkomst van de tuinkabouters. Nou, vind ik dit niet heel erg een plekje... Oh, wacht eens even. Wat hebben we hier? Een peterselieplant. Een margrietstruik. Zo, zo. Rustig. Het spel flipt hem. Ik wil water geven, ik wil water geven, ik wil water geven. Ze is jou een keer voor. Ik ben alleen nog even aan het kijken wat het allemaal is. Een chrysantbloem, een wortelplant, een tomatenstruik. Dan hebben we hier een peterselieplant, een margrietstruik en een aardbeienstruik. Weet je wat ik me wel afvraag? We hebben natuurlijk die plantjes, hè? Oh, ik heb niks over de lelie onderzocht. De appel wel. Maar er staat natuurlijk niet bij in welke werelden je dat allemaal kan vinden. Ga jij maar even kletsen, ga ik even rondneuzen. Ja, ik vraag me af of ik hier überhaupt... Het is zo'n toeristisch-achtig gebied. Ik denk niet dat we hier heel veel moestuindingetjes kunnen gaan vinden. Ik vind dat ook een gekke plek voor een meeting. We hebben hier maar 2 plantenbakken met 6 plantjes. Ik wil wel even naar een park toe gaan. Maar zullen we eens naar het park toe gaan? Ik weet, hier is natuurlijk een park. Magnolia bloesem hebben we. Dat hebben we Oasis Springs. Die heeft natuurlijk het woestijnpark. Heeft Pringleton Bay een park? Het puppersteenpark. Maar dat is natuurlijk meer gefocust op dieren. Niet per se op tuinieren. Nou weet ik wel dat er ook in de omgeving van alles staat. Dus dat is een goeie om te onthouden om naartoe te gaan. Delsel Valley. Lijkt me niet echt... Oh ja, die heeft hier een klein parkje. Het Ward Park. Maar die vind ik wel heel klein. Ik weet ook niet meer zo goed uit mijn hoofd wat daar te vinden valt. Strangerville. Nee. Daar vind je andere rare dingen. Sulani hebben we nog. Glimmerbroek heeft volgens mij geen park. Brightchester is heel erg gefocust op school natuurlijk. Evergreen Harbor. Veel afval. Niet echt een park, nee. Mount Komrebi. Hanamigawa-kun. Die vind ik ook heel klein. Hanford on Bagley. Hier is een park. Het is wel hier een natuurgebied. En laten we daarheen gaan. Want daar zit je echt in de natuur. Dus als we ergens verschillende plantjes kunnen gaan vinden, dan denk ik wel dat het daar is. En dit is natuurlijk het boerderijpakket. En toen kwam ook zeg maar het boodschappen doen voor je koelkast. Een beetje terug in het spel. Dus misschien kunnen we hier ook iets vinden van een appelboom en zo. Ja, we zijn hier wel leuk. Maar ik had hier toch wel iets meer van moestuinachtig iets verwacht. Ik zie nergens iets... Het is een prachtige wereld, maar ik zie nergens iets wat we kunnen oogsten. Lopen. Nou ja, ze heeft het wel naar de zin, die daarachter ook. ja, dit was dus een minder goed idee. We kunnen nog heel even aan deze kant kijken. Dit is ook schattig. Kijk dan hoe cute, met die bankjes daar. Nou, we kunnen nog even een kikker verzamelen. Dan hebben we in ieder geval iets. Niet dat we daar kwartanieren heel veel aan hebben. Maar ik had gewoon gehoopt op een appelboom... Of een lelie die al volgroeid was. Dat we al iets konden enten. Maar nee. We hebben een gestreepte hartkikker gevonden. En nog een heel schattig plekje waar je kan zitten. Maar weet je, ik denk dat ik haar gewoon lekker naar huis stuur. Naar huis en naar bed. Nou, het is inmiddels de volgende ochtend. Al zou ik zelf dit nog nacht noemen, want het is 5 uur. Maar ze moest nodig plassen. Dus we gaan maar gewoon opstaan en gaan we gewoon de dag beginnen. Ik heb gewoon lekker naar huis gestuurd, naar bed gestuurd, want ze was moe. Oh, gadver. Ja, je hebt natuurlijk gespuugd, dus die wc mag je wel even schoonmaken. En mag je daarna gaan koken, zitten we al op niveau 7? Nee. Dan ga ik jou culinair laten koken. Doe maar een caprese salade dit keer. En dan ga ik je daarna wel naar een workshop sturen voor gewoon koken. Zodat je die even naar niveau 7 kan krijgen. En als je dan weer honger hebt, dan kunnen we meteen een recept bereiden terwijl we op niveau 7 zitten. Hier kunnen we lekker alles oogsten. Hoe gaat het met deze plantjes? Laten we meteen even dit allemaal gaan onderzoeken. Kijk, de leeuwenbek weten we al, maar de lelie heb ik volgens mij nog niet onderzocht. En de kersenboom heb ik ook nog niet onderzocht. Dus laten we dat ook even doen. Nou, de kookvaardigheid van culinair koken is niveau 5 inmiddels. We kunnen kwarktaart maken en een gelaagde taart en nigiri bereiden. En ze heeft een nieuw trucje luchtplak geleerd. Oké. Meid, gefeliciteerd. Maar we gaan nu weer even terug naar de plantjes. Lekker alles oogsten. Oh, die zijn ook klaar. Ja, die heb ik volgens mij wel allemaal onderzocht. Ja, nu mag je die even onderzoeken. Deze moet gewoon echt even groeien. Zodra het een boom is, dan kunnen we het gaan enten. Nou, we hebben de leliebloem onderzocht. Het werkboek is bijgewerkt. Even een foto maken van die plant. Oké. Okay. Oh.
Neem een stekje van een orchidee en ent het op je granaatappel om een doodsbloem te maken en oogsten. Of bestel een doodsbloem via de huisapp op je telefoon. Wacht. Is alles te cheaten? Shoppen. Waar moet ik dat... Oh! Het staat er gewoon bij. Laat het gewoon doen. En als je dat gedaan hebt, mag je daarna weer op les. Want ze moeten even koken omhoog krijgen. Nog één ingrediënt. Alles valt te cheaten in deze challenge. Bedankt voor je aankoop. Je kunt de doodsbloem in de inventaris van je sim vinden. Nou, dan mag jij even gaan koken. Waar is die koekenpan? Daar. Je hebt voldoende evenementbeloningen verdiend voor een beloning. Daar is de postbode. We moeten rekeningen betalen. Dat is die tatoeage die we nu krijgen. Ja, op tatoeage. En we krijgen nog meer. Een inspiratiedrankje. En het portret van jonkvrouw Mimsy Alcorn Charlotte in de tuin. Een portret van jonkvrouw Mimsy genietend van een middag in de tuinen van het Van Spooksma landgoed. Sommige sims zeggen dat ze het schilderij hebben zien bewegen. Maar het is waarschijnlijk gewoon een volkslegende, toch? Oké. Okay. Ja, we moeten rekeningen gaan betalen. Nee, we gaan niet naar een beroemdheid. Wij gaan de rekening betalen, want gelukkig hebben we het geld nog. Maar het wordt wel een beetje kiele-kiele inmiddels. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel qua vissen bij elkaar en qua plantjes bij elkaar. Dus er valt wel nog wat te verkopen voor geld. Of dat genoeg gaat zijn voor de huur, weet ik niet. We kunnen natuurlijk die kikkers ook even lekker fokken. Een zonnebloem. Daar hebben we 2 zonnebloemkikkers. Kijk, kunnen we er eentje verkopen? Huppatee, 35 simoleons verdiend. Ze heeft een verhelderende college koken gehad. Dat is top. En we hebben de nieuwe kikker gefokt. Hoe gaat het met die vaardigheid nu? Koken is omhoog gegaan. Ik ga jou gewoon weer dat boek laten lezen hoor. Waar heb je dat boek gelaten? Zit het in je zak? Kijk, het zit in je zak. Ga maar even opnieuw lezen. Want we hoeven eigenlijk alleen nog maar niveau 7 te bereiden. Want dit keer heb ik wel opgelet in de nieuwsbrief. Was het focusje op de kookvaardigheid en de culinair kookvaardigheid. Nou, dat is ze nu aan het doen. Rare boek met de rook die eruit komt. Oh ja, je leert er vissen ook mee. Daar hebben we nu denk ik niks meer aan, toch? Ik weet trouwens ook niet zo goed wat ik met... We hebben de doodsbloem om te planten eventueel. En we hebben die andere die we laatst hadden gekregen. De patrijsbloem om eventueel te kunnen planten. En we hadden natuurlijk die vleermuisvis. Die hadden we allemaal vrijgespeeld. Zouden we daar ook nog iets mee moeten? Even kijken hoor. De patrijsbloem is zomer en lente. De doodsbloem is winter. Dus die... Oeh. Een doodskop op. Oké, we gaan hem gewoon planten. Als ze klaar is met lezen, dan mag ze hem gaan planten. Koken komt heel dichtbij nu. Nee, niet dicht doen. Verder lezen. Kom op. Je kan het goed zo. Zo dichtbij, hè. Dan gaan die sims... Altijd stoppen. Ja, oké. Ga jij maar even de plantje planten. En dan mag je daarna verder lezen. Ben ik toch ook streng voor de... Nee, Justin, we zijn bezig. Nou, plantjes geplant. Ik ga er straks maar even tegen praten. We willen wel er echt... Daar moeten we echt goed voor zorgen, hè. Want ik weet niet of we er nog één kunnen kopen. Of dat alleen iets was voor de challenge. Maar anders kunnen we er altijd nog één maken. Want we zijn ook nog steeds bezig met het creëren van een orchidee. En van een granaatappel. Dus als we deze op een of andere manier laten falen. Dan moeten we er zelf eentje gaan maken. Maar oké. Ze heeft niveau 7. Gegrilde baars en een omelet. Nu mag je wel stoppen van mij, hoor. Ik vind het goed. Heb je al trek? Nee, niet per se. Ik ga je toch iets laten maken. Even kijken op gewoon koken. Wat is leuk. Doe maar een fruitsalade. Dat is niet zo zwaar. En ze heeft een aantal dingen in haar inventaris natuurlijk. Ze heeft appel in inventaris. Ze heeft aardbeien in inventaris. Dus dat is misschien wel leuk om even fruitsalade uit eigen moestuin te gaan eten. Kijk, tuiniervaardigheid is ook omhoog gegaan. Daar zijn we niveau 6. Ik ben nog nooit zoveel bezig geweest met het... Pompen van die vaardigheden. Wat nou weer? Ze is nog steeds ziek. Nou ja, ga dan inderdaad maar die fruitsalade eten. Er zitten vitamintjes in. Dat is goed voor je. Daar zijn de appel. Hoe? Wat deed jij? Doe dat nog eens. Ze had trucjes geleerd, hè? Oh ja, nu is het natuurlijk klaar mee. Niet erin spugen. Niet erin spugen. Goed zo. Die ogen. Wojo. Wojo. Het ging alleen niet zo lekker. Als ik dat in mijn keuken zou doen, dan zou het fruit overal zitten, behalve die bak. Ja. Een
culinair... Oh my god, het gaat nog door. Een culinair kookrecept bereiden terwijl je op niveau 4 of hoger zit. Nou, ga dit maar eten. Mag je schoonmaken? Hoe ver zitten met culinair koken? Oh, dat is helemaal geen probleem, joh. We zitten al op niveau 5. Het enige probleem is dat ze misselijk is. Maar ze hoeft het dan niet per se op te eten, toch? Wat kunnen we haar geven? Een soepje. Dat is echt zo'n maaltijd als je ziek bent. Een soepje eten. Vind ik een goeie. Die sims zijn wel van het vetmesten, dat wel. Ik help je even mee. Zo, afgewassen. Omdat je zo zielig ziek bent. Oh, is ze nog steeds ziek? Ja, nog wel. Maar nog 3 minuten. Het fruit heeft geholpen. Nou komt er nog een soepje achteraan. Verenigde Fijnproevers heeft de meeste stemmen van de gemeenschap ontvangen en zal onmiddellijk in werking worden gesteld. Wat is dat eigenlijk precies? Buren, laten we koken. Er zijn zoveel prachtige biologische, niet-biologische en zelfgekweekte ingrediënten om uit te kiezen. Dus haal die snijplank tevoorschijn en begin met experimenteren. Onder het Verenigde Fijnproevers buurtactieplan worden leden van de gemeenschap beloond met invloed als ze een zelfgemaakte maaltijd in elkaar draaien. Kijk, ze is lekker bezig. Dit is het promoten van de creatieve kunsten, schilderen, fotograferen of schrijven. Ja, fabriceren. We hebben 1 keer een kaars gemaakt, maar voor de rest zijn we er niet echt mee bezig. Maar op dit moment kunnen we niet stemmen, toch? Kunnen we ook niet iets wegstemmen? Maar deze is goed. Eigenlijk moeten we iets met tuinieren er nog in hebben. Dan zou het helemaal top zijn. Oh, ze is weer trucjes aan het uithalen hoor. Ja joh, leg het daar neer. Kijk, flirten met de dood. Misschien kunnen we na al dit onderzoek een filmpje pakken of zo. Oh, ja. Ik ging ook te snel, hè. Ik wou zeggen, je hebt me keihard afgewezen. Maar misschien wilde die eerst een filmpje pakken en daarna pas de kus. Dus in de film toch ook altijd dat het romantische moment uiteindelijk pas aan het einde is van de film. Je hebt geen honger. Ik gooi hem in de koelkast. Wij hebben weer een beloning ontgrendeld. Wij kunnen dit ophalen. Wat is dit? Vissen deel 2. Oh jee, moeten we nog meer gaan vissen? Ja, is eigenlijk niet gek ook, hè? Want als we dat boek lezen, dan komt er weer... Die visvaardigheid komt weer terug. Maar zijn we nu klaar met week 4? We zijn klaar met week 4! Hey, lekker. Nou, dan gaan we volgende keer week 5 doen. Dan ga ik ook echt opletten dat ik goed de nieuwsbrief lees. En dan gaan we kijken wat er natuurlijk gebeurt met die doodsbloem die we geplant hebben. Want als dat dus valt, dan moeten we dus heel hard aan de slag om dus die orchidee te gaan kweken. En die granaatappel te gaan kweken. Om die daarna samen ook weer te gaan koppelen voor die doodsbloem. Maar dat is voor een volgende video. Bedankt voor het kijken en doei!